Hallo, ik ben Johan Arnoudsen, technisch specialist bemesting bij Van Nieperen. En we staan hier op dit moment in een perceel Agrias van akkerbouw Van Vliet uit Sabaailand. En die worden geteeld voor de friet. En ik wil jullie even meenemen in het belang van een goede fosfaatvoorziening rondom zeg maar staloonvorming en knolzetting, CQ-knolvorming. Fosfaat heeft namelijk een belangrijke rol in de energiehuishouding van de plant, maar ook in wortelvorming, staloonvorming en knolzetting. Dus het is erg belangrijk dat een plant, een aardappelplant, over voldoende fosfaat kan beschikken. En met name in de eerste 50, 60 dagen nadat hij opgekomen is. Want dan neemt hij namelijk al 70-80% van zijn totale behoefte op. Nu zijn er een aantal factoren die dat dus kunnen belemmeren, die voldoende fosfaatopname. Dat kan zijn een lage fosfaattoestand in de bodem, PW, maar ook een laag PPE, een fosfaatbeschikbaarheidsgetal in de bodem. Maar vooral daarnaast ook stressfactoren. Kan te heet zijn, kan te nat zijn, het kan te koud zijn, maar het kan ook te droog zijn. Nou, in die situatie verkeren we op dit moment in het seizoen, landelijk. Dus dat is het moment om serieus na te denken, hoe kan ik die plant nog van een goede fosfaatvoorziening voorzien. Het is wel belangrijk dat we even kijken naar het stadium waarin de aardappelplanten zich bevinden. Hiervoor hebben we een plant opgerooid in dit perceel. En dan zie je dat de staloonvorming volop gaande is. Je ziet dat de meeste stalonen hier in detail gezien in het haakjesstadium verkeren. En dat is het begin van knolvorming. Dat is het moment om te kiezen voor een aanvullende fosfaatbemesting. En dat doen we dan in dit geval via bladbemesting. Via onze Powerleaf fosfaat aan 5 liter per hectare. En in principe dan na een week herhalen. En daarmee willen we realiseren dat die plant dus toch over voldoende fosfaat beschikt. Ondanks dat hij stress heeft van een vochttekort, dat hij een staloon extra aanlegt. En daarmee meer knollen vormt. Dat levert een betere knolsortering op. En uiteindelijk een hogere opbrengst. Dus als het gaat om de inzet van Powerleaf fosfaat, doe het vroeg, want anders ben je te laat.